Deze foto is gemaakt tijdens het introkamp van de opleiding journalistiek. Ik ben hier aan het rappen. Ja, de rapmuziek was voor mij al jaren een manier om mijn verhalen te vertellen. Want ik vond het erg leuk om creatief bezig te zijn met tekst. En zo belandde ik op de school voor journalistiek. Op school maakte ik kennis met radio en televisie maken. Om wat ervaring op te doen, besloot ik om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de lokale omroep Merwe RTV. Daar heb ik veel ervaring op gedaan als cameraman, verslaggever, editor en zelfs als presentator. Sinds ruim een jaar presenteer ik samen met mijn vader de radioshow Merwe Sport, waarin we het sportnieuws behandelen uit Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. Jelle, wat is het laatste sportnieuws? Voetbalvereniging Sliedrecht maakt zich op voor de kampioenswedstrijd. Maar ik heb ook het nodige geschreven. Zo heb ik met de redactie van voetbalvereniging Sliedrecht geschreven voor de lokale krant De Merwestreek. Daarnaast heb ik columns geschreven voor de presentatiegids. Voor de Merwe RTV-krant heb ik ook wat artikelen geschreven. Ik heb op freelance basis geschreven voor de lokale krant Het Kompas. Mijn eerste stage heb ik gelopen bij AD Rivierenland. Daar heb ik veel ervaring op gedaan als schrijvend journalist. Voor mijn tweede stage ga ik deze zomer aan de slag op de sportredactie van RTV Rijnmond. Maar we komen toch weer terug bij deze foto. Want journalisten zijn verhalenvertellers, maar rappers zijn dat ook. Binnen de journalistiek zijn er heel veel manieren om die verhalen te vertellen, maar een rappende reporter, die is er nog niet. Als ik kijk naar de journalistiek, dan vraag ik mezelf af wie is er nu nog echt uniek. Begrijp me niet verkeerd, want velen doen het goed. Maar het valt me op dat velen ook hetzelfde doen. Ik denk dat het nieuws ook leuker is te brengen, door het nieuws te gaan vertellen, door het net als ik te rappen. En ik begrijp ook dat er mensen zijn die denken van die Jelle kan dat nu wel leuk vertellen, aardig rappen. Maar hoe wil hij even al die teksten van het nieuws erin verwerken en het allemaal ook simpel uit gaan leggen? Nou, als je meer wilt weten, dan kun je me bellen. Dan kom ik langs en leg het uit in een gesprekje of in een rapje.